allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Dit is Gemma, volgens mij kennen jullie er wel nog van de eerste video. Ja. Wij gaan vandaag met Kurai verven voor kerst en we gaan een paar kerstfoto's maken. Ja. Morgen ga ik nog, nou ook nog een vriendin van mij, ik weet niet of zij op film wil, dus ik zeg haar naam nu nog even niet. Maar dan gaan wij rijden met de pony en ja, we gaan nu even verven met Kurai. Het licht is hier niet zo goed, maar het komt gewoon omdat het hier donker is. Ja. Eloïse. En ik ga even zo meteen een beetje een rondje doen. Want ze staan nu weer meer binnen. Maar wij gaan dus zo even verven met de koetje. Ja. En ik zal... Ze stond net echt daar bij het raam heel schattig te kijken. Dat was eigenlijk wel een beetje zielig, want toen konden we niet naar binnen. Maar ja, nu zijn we dus binnen. Ja. En ik ga even laten zien wie er hier allemaal staan. Oké, als eerste staat hier Moomba. Hey. Jij bent vorige week door praat gegaan. Hè? Ja. Dat is niet zo handig. Dat is niet zo slim. Nou ja, dus Moompje staat hier. Staat hier Eloïse. Hé, schatje. Hallo, het lijkt hier nu helemaal lekker vol. Dat is zo leuk. Ja, dat is zo leuk. Dat het hier weer helemaal vol is. Het is hier niet heel goed belicht in ieder geval. Want ja, daarachter hangt de lamp, maar er staat een paard voor. Oh! Nee. Wees jullie wel even lief naar elkaar, want ik ben wel ook lief voor jullie allebei. Hè? Nee, Iloe. Kijk, wil je een snoepje? Hier, snoepje. Kurai wil ook wel een snoepje. Ah, Kurai ook een snoepje. Nou, dan hebben we hier Sarikke staan. Hè, Rikje? Ja, hè? Sarikje staat hier. Kijk, maar ze lijken allemaal veel groter in een stal. Dat is echt niet normaal. Ze zijn echt super klein. Ja, ik kan er hier gewoon nog overheen kijken. En hier staat de stoute pollewop, hè, Toomba. Toomba staat hier. Oeh, Jesus. Nou ja, Toompje die heeft het wel naar de zin volgens mij. Hé, hey, bijt niet in mijn arm. Maar ja. Die staat hier ook lekker. Hè? Dan gaan we door naar deze. En hier staat Florence nu. Ja, schatje. Ik dacht eerst dat het Luisteren was. Omdat ze natuurlijk gewoon vet op elkaar lijken. Maar toen dacht ik, jij bent anders. Het neusje was veel zachter en zo. Veel jonger nog. Hey. Ja. Wat een kwaliteit dit ook weer. Ja. Ja. Schat. Nou ja, Florence die staat hier dus nu. Zo. Dan gaan we door naar de allerlaatste die hier staat. Die heel graag aandacht wil volgens mij. Oh, Rieke. Kom maar. Hallo. Hallo. Hey. Ja, jij wil aandacht, hè? Ja, jij wil snoepjes. Dat weet ik. Wil je een snoepje? Ik geef ze natuurlijk allemaal wel een snoepje. Kom maar. We gaan nu even verder met Kurai. Ja. We gaan nu verven. Ik heb hier een beetje Bix opgelegd. Dus Koer, eten. Als je dit thuis na gaat doen, weet wel dat het heel gevaarlijk is verf. En dat je wel echt goed moet folie eroverheen moet doen. Ik zit er nu aan te denken om de andere paarden er ook nog even op te laten likken, maar
weet het niet zeker. Wat denk jij? Ja, ja. Het zou wel leuk zijn. Ja. Maar, ik weet het niet. Ja. Nou, vind jij hem zo mooi? Ja. Ik vind hem zo ook wel mooi. Ja. Nou, dan is dit het eindresultaat. Kom uit. Nou, wij gaan nu leuke kerstfoto's maken. Ik zal even laten zien. Ik heb een leuke kersttrui aan en de rest ook. En lekkere kerstmuziek erbij. En er is helemaal een lekkere vibe hier, zeker. We gaan zo meteen in deze deur staan en dan gaan we een beetje blackfoto's maken. En we gaan zo meteen ook buiten staan en dan gaan we een beetje soort winterfoto's proberen te maken. Dus we gaan nu even Koerai poetsen. Oké, we staan nu hier bij Koerai. En ik zal even laten zien wat we allemaal hebben hier. Want we hebben echt heel veel om Koerai mooi te maken. Ja, jij vindt het ook leuk hè allemaal. Wat is dit allemaal hè? Ja. Oké. Nou, hier hebben we even wat snoepjes. Die zet ik even hier neer. Papa helpt de tree echt goed, vind ik. Ik heb hier mijn camera en de camera van Isa. Nou, hier hebben we allemaal verzorgingsproducten. Dus hoevenlak en glans. Je bent leuk, ja. Je bent leuk. En even borstels en zo. Nou, hier hebben we nog meer borstels en allemaal dingen en nog wat anti-klitspray. Hier hebben we allemaal kerstdingen. Kijk maar, allemaal leuk. Ook voor jou, ja. En dan hebben we hier het halster van Gemma. Oh. Kijk nou. Dit is toch helemaal mooi? Ik ben helemaal excited. Nou, we hebben weer foto's gemaakt. Mijn camera is leeg, dus we moeten eerst even weer naar huis. Je bent leuk, doen we. Oh, dat beest is zo gek. Ik heb Koerai even een zweetdekentje op gedaan. Die hebben jullie nog niet gezien, denk ik. Want ja, dat is de deken van vorig jaar. Een mooie sterren zweetdeken. Omdat, ja, die deken... We gaan zo toch weer foto's maken. Dus dan kan de zweetdeken... Ilu, privacy, kom. Nee, oké. Maar goed... we gaan dus zo meteen weer foto's maken. En wij gaan nu even naar huis. En dan gaan we even de foto's bewerken. En even wat, ja, hoe zeg je dat? Gewoon uitzoeken en bewerken. Ja. En dan ga ik jullie nu even wat resultaten laten zien. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag zondag. En ik ga vandaag... naar een vriendin van mij toe. Ik zet je tegen even tegen iets aan. Ik moet even kijken, want ik moet nog wat voor school doen. En ik ga over... een kwartiertje weg, denk ik. Maar ik moet nog even wat herhalen. Van de economie. Want ja, dat had ik niet zo goed gemaakt. En daar hebben we herstelopdracht voor. Maar dat maakt even niet uit. Ik ga zo meteen dus lekker naar die vriendin toe. En dan gaan we met GoPro rijden. Ik heb er echt super veel zin in. Want ik heb nog nooit met mijn GoPro gereden. Dus ja. En ja. Ik neem jullie vandaag ook weer gezellig mee. Ik ga nu op weg naar die vriendin van mij. En ja. Ja, wij zijn op weg, maar het waait heel hard, dus ik hoop dat jullie aan de hand. Ik waai bijna van mijn fiets af. Ja, we gaan er niet zo hard volgens mij. We zijn nu aangekomen. Ja. Daar staat de dikke pony even op de poetsplaats, zodat wij de stal even uit kunnen mesten. Ja. De bak is net gesleept, dus daar ben ik echt super blij mee. We zijn echt ziek geblest. Maar ja, we gaan nu even uitmesten en dan gaan we zo meteen... met de dikke pony. Bezig. Kijk, kijk.
Je ziet er niet nu. Nou, de pony is lekker opgezadeld met een mooi donkerblauw setje dat ook mooi past bij onze kleren. Veel is de laagste schoenen aan het aandoen. Van, we gaan met de GoPro rijden. Het ging soepel. We hebben een hindernisje opgezet in de bak. En jij hebt er wel een beetje zin in. Hopen dat we niet doodgaan, hè Diamond? Maar ik ben er dus 2 keer afgevallen. Hé, hey, ik ga er wel even op zijn. Nou, maar ik ben er dus 2 keer afgevallen. Het staat 2 keer op film en op de GoPro, dus daar ben ik blij mee. En ja. Nou, bedankt voor het kijken iedereen. Ja, ik zou nog wel een voice-over doen als ik nog wat te zeggen heb. En ik ga nu nog even het mooie beeld aan jullie laten zien. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Wat moeten we doen? Liken en abonneren!
Nou, doei! Anders sta ik vanavond naast je bed. Pas op! Jullie horen het. Doei! Pretty! Oh, licht. Echt zo mooi? Ja, helemaal aesthetic, jongens. Ja, echt aesthetic. Baby, won't you let the light shine through for you?